Mevrouw Jutsel, u hebt gevraagd aan de minister van Veiligheid en Justitie, meneer Van der Steur, of hij wil kijken naar een vonnis van de Nederlandse rechter die een mevrouw verwijst naar een sharia-rechter. Hoe zit dat? Ja, er is mij een vonnis onder ogen gekomen van de Rotterdamse rechtbank, waarin de rechter in zijn overwegingen verwijst naar de sharia-rechtbank. Dat ook een mogelijke weg voor mevrouw is. En dat vond ik onacceptabel, daar schrok ik van. En ik wilde weten hoe de minister daar tegenaan keek. En ik snap best dat het ook lastig is voor een bewindspersoon om iets over een vonnis te zeggen. Maar ik vind het in ieder geval schokkend dat in een Nederlands rechtssysteem verwezen wordt naar de sharia-rechtbank. Want ik vind dat direct of indirect, bewust, onbewust, dat maakt me allemaal niet uit. Maar ergens een legitimatie van iets wat wij onwettig vinden en onwenselijk. Maar de rechter, ja, daar gaat meneer Van der Steur niet over. Zeker niet, daar moet hij ook zeker niet over gaan. Maar toch heb ik mijn punt naar voren willen brengen, dat heb ik net gedaan. Dus ik zal ook kijken naar op welke instrumenten ik als Kamerlid heb. En, maar om dan vervolgens te zeggen, ja, wij kunnen met onze wetsinstrumenten, rechtsinstrumenten niks. Maar u kunt, by the way, wel naar de sharia-rechtbank? Ja, dan val ik van mijn stoel. Dat kan niet. Moet niet mogen.